Bij hoofdrekenen 2.1 van het WiskaT werkboek leer je hoe je de vermenigvuldigingsopgave moet aanpakken van het hoofdrekengedeelte van de WiskaT. Als we kijken naar een keersom die in het hoofdrekengedeelte kan voorkomen, dan kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met dat je een heel getal met een kommagetal moet vermenigvuldigen. Merk op dat het heel lastig is om uit je hoofd deze vermenigvuldiging cijferend uit te gaan voeren. Er kan dus vast iets handigers gedaan worden. En dat kan ook. De techniek vermenigvuldigen met een 1 klinkt misschien als een nieuwe techniek, maar waarschijnlijk heb je hem al eens een keer toegepast. Vermenigvuldigen met een 1 is bijvoorbeeld de verdubbel- en halveertechniek, waarbij je in een keersom één getal met 2 vermenigvuldigt en het andere deelt door 2. Echter, vermenigvuldigen met een 1 is een soort overkoepelende techniek waaronder verdubbelen en halveren valt. Naast verdubbelen en halveren heb je ook de technieken keer 3 gedeeld door 3, keer 4 gedeeld door 4, keer 5 gedeeld door 5, etc. Er zijn 2 stappen die je bij deze opgave moet doen. 1 is de breuk herkennen in het kommagetal. De tweede stap is de breuk heel te maken. Laten we gaan kijken naar een voorbeeld. In het WiskaT werkboek heb ik je een lijst gegeven van tafels die je moet kennen. En tevens ook een lijst van kommagetallen waarvan je de breuk moet kennen. Eén daarvan is 0,375. Dit is namelijk de breuk 3/8. Dus we kunnen de volgende opgave herschrijven als 32 keer 3/8. Dus we hebben de breuk herkend, we hebben ook de opgave nu anders geschreven. En nu de volgende stap die we moeten doen is de breuk heel te maken. Je maakt een breuk heel door de breuk met zijn noemer te vermenigvuldigen. Stel, we hebben in dit geval dus 3/8. Als we die vermenigvuldigen met 8, dan houden we de teller over. Oftewel, de uitkomst is 3. In dat geval hebben wij dus de breuk heel kunnen maken door met 8 te vermenigvuldigen. Dat gaan we ook in deze opgave doen. Dus we willen graag met 8 vermenigvuldigen. Maar als we dat zouden doen, dan zal ons antwoord dus 8 keer te groot worden. Dus we moeten dit gaan compenseren door te delen door 8. En welke breuk hebben we hier? 8/8 en 8/8 is een 1. De volgende stap die we gaan doen is om de keer 8 met de breuk te vermenigvuldigen en de gedeeld door 8 met het hele getal te gaan delen. Dus we weten al de uitkomst wat 3/8 keer 8 is. Dat is namelijk de teller. Dat is 3. 32 gedeeld door 8 is 4. En nu zie je dat we ineens deze opgave tot een makkelijke keersom hebben gereduceerd, want 4 keer 3 is namelijk gewoon 12. Nu zal je zien dat de opgave in de WiskaT bij het hoofdrekengedeelte vrijwel bijna altijd uitkomen. Dus je hebt een heel getal als antwoord, waardoor je het dus ook uit je hoofd kan uitrekenen. We gaan nu ook even naar deze deelopgave kijken. Ik ga hem niet uitrekenen, want ik wil even demonstreren dat de techniek in feite hetzelfde is. Dus we gaan weer vermenigvuldigen met een 1. Dus ik ga deze opgave nu als breuk opschrijven, want een deling is een breuk. Dan hebben we dus 32 gedeeld door 3/8. In dit geval kan je het kommagetal of de breuk heel krijgen, weer op dezelfde manier, dus met de noemer te vermenigvuldigen. Dus het moet keer 8. Omdat deze breuk in de noemer zit, delen we eigenlijk door 8. Dus we moeten nog eens vermenigvuldigen met een 8 om weer een 1 te krijgen. Nou, wat houdt dat in dat geval in? Dat betekent dat 3/8 keer 8 gewoon 3 wordt. En dan houden we de eindbreuk over. 32 keer 8 gedeeld door 3. Omdat je vermenigvuldigd met een 1 deze keer 8 gaat. Maar ook deze gaat ook keer 8. Bij een deling moet je beide dus vermenigvuldigen. Of beide delen, dat zou ook nog kunnen. Maar je moet dus in beide gevallen hetzelfde doen. Als je hier keer doet, moet je daar ook keer dat getal doen. Als je hier deelt, moet je ook bij dat gedeelte delen. Bij de keersom is dat anders. Daar moet je 1 dus vermenigvuldigen met een getal, terwijl je het andere deelt. Oké, genoeg gepraat hierover. Laten we de opgave doen. 72 keer 0,125. Herken de breuk. 0,125 is 1/8. Maak de breuk heel door de breuk met zijn noemer te vermenigvuldigen. Dus we willen dus die 0,125 keer 8 doen. En als tegenprestatie moeten we dus die 72 delen door 8. 0,125 keer 8 is 1, want de noemer gaat dan weg. Dus wat overblijft is dus 72 gedeeld door 8. Is 9. Bij de volgende opgave hebben we niet echt met een breuk te maken. In dat geval ga je gewoon kijken met welk getal moet ik dat kommagetal vermenigvuldigen zodat het heel wordt. 2,5 kunnen we bijvoorbeeld keer 4 doen zodat het heel wordt. In dat geval moeten we dus 196 delen door 4. Dat is 49. Echter, die is niet weg, want dat is 10 geworden. En 49 keer 10 is 490. Bij de volgende opgave, als dit dus 1/8 was, dan is dit dus 1 plus 1/8, is dus 9/8. Dus hier staat eigenlijk 16 keer 9/8. Deze willen we dus graag keer 8 doen. Dan houden we 9 over, de teller. Dan moeten we die dus delen door 8, is 2. Dus houden we dit ook. 2 keer 9 is 18. Laatste van dit rijtje, hier staat 3/8 keer 64.
Die willen we dus graag keer 8 doen, dan moet die gedeeld worden door 8. Die keer 8 houden we de tellen over, is 3. 64 gedeeld door 8 is 8. 3 keer 8 is 24. Oké, nu de deelopgave. Wederom hebben we hier weer die 2,5. Die willen we graag keer 4 doen. Echt, daarbij delen houdt in dat die andere kant dus ook keer 4 moet. Ik zal het nog wel even demonstreren. Dus 15 gedeeld door 2,5. Nou, we willen graag dat die 10 wordt. Dus daar moeten we dus een 4 zetten. En we moeten vermenigvuldigen met een 1, dus dit moet ook een 4 worden. 15 keer 4 is 60. 2,5 keer 4 is 10. 60 gedeeld door 10 is 6. Volgende. Dit is 1/8, dus die willen we graag keer 8 doen. Dan moet ook de andere kant keer 8. Als we die keer 8 doen, houden we een 1 over. Als we die keer 8 doen, houden we 888 over. 888 gedeeld door 1 is gewoon 888. Je kan het misschien ook bekijken als delen door 1/8 is hetzelfde als keer 8/1 is hetzelfde als keer 8. Dus hier staat eigenlijk 111 keer 8. Anderhalf hier kunnen we heel maken door keer 2 te doen. Dan moet ook die kant keer 2. 150 gedeeld door 3 is 50. 6 gedeeld door 3 is 2. 50 plus 2 is 52. De laatste opgave is een beetje een rare onderopgave. Namelijk, ik kan niet meteen iets vinden waardoor dit kommagetal heel wordt. Behalve dan om keer 10 te doen, maar misschien maken we dan het probleem alleen maar groter. In dat geval kan je misschien gaan kijken om in plaats van keer te doen, misschien te gaan delen. Als je goed kijkt, kan je misschien een relatie ontdekken tussen beide getallen. Ze komen namelijk voor, als je de komma wegdenkt, in de tafel van 9. Dit is namelijk 3 keer 9, dit is 9. Dus we kunnen beide getallen gaan delen door 9. 81 gedeeld door 9 is 9. 27 gedeeld door 9 zou 3 zijn, dus 2,7 gedeeld door 3 is dus 0,3. Maken we nog één stap om het heel te maken. Als we die keer 10 doen, dan zijn we ook van de komma af. Dan moeten we ook die kant keer 10 doen. Dan krijgen we dus 90 gedeeld door 3 is 30. Dus als je op de wiskat in het hoofdrekengedeelte dit soort opgaven voorgeschoteld krijgt, ga dan niet proberen te cijferen uit je hoofd, maar ga vermenigvuldigen met een 1. Herken je sommige breuken nog niet? Ga dan terug naar het WiskaD werkboek. Daar heb ik een lijst staan die je echt uit je hoofd moet kennen. En leer deze eerst uit je hoofd, want je gaat deze zeker terugzien op de WiskaD. Laatste opmerking. Ik heb de opgave nu natuurlijk uitgeschreven. Echter, je moet deze stappen dus uit je hoofd kunnen. Oké, ik zie jullie weer in de volgende video.